In verband met toekomstige ontwikkelingen vindt in het gebied Reeshof-Weide vanaf 1 februari een bodemonderzoek plaats naar de aanwezigheid van explosieven die niet gesprongen zijn. Tijdens het vooronderzoek zijn verdachte objecten in de bodem aangetroffen. Het is mogelijk dat dit restanten zijn van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek en de werkzaamheden worden gecontroleerd uitgevoerd. Dat betekent dat er geen gevaar is voor de omwonenden en de directe omgeving.